Dames en heren, Ronald Ophuis. Welkom. Dankjewel. We willen graag beginnen met een werk dat vroeg in je carrière al voor een groot schandaal zorgde. En voordat we het laten zien, willen we eerst jou erover horen. Anders luistert waarschijnlijk niemand meer. Het is Sweet Violence. Hoe oud was je toen je dat schilderde? 28, 29, zoiets. Okay. Ja. En wat beeldde je daar af? Je ziet een verlaten een soort fabrieksruimte. Leegstaand pand waarin twee kinderen worden misbruikt door drie volwassenen. En dat hing in een kerk, als ik het goed begrepen heb? Nee, dat is wel interessant. Heel snel. De aanleiding voor het werk was... Er was een avond georganiseerd in Den Haag. Een intellectuele avond, net zoals wij vanavond doormaken. Mm-hmm. Daar werd een film vertoond. Of tenminste fragmenten. Salo van Pasolini. Daar werd over gesproken door intellectuelen. Filmcritici. En de organisatie dacht, het is wel interessant als we het dan hebben over fictie. Misschien is het dan ook interessant om non-fictie te tonen. Wat ook hierover gaat. Dus ze lieten een echte kinderpornofilm zien. Hmm. Dat was niet om aan te zien. Dus op een gegeven moment verliet ik de zaal. Maar dat deed zoveel pijn. En ik was zo erg getraumatiseerd of gewond geraakt dat ik daar iets mee wilde doen. En mijn eerste plan was dan om de regisseur en de cameramensen te schilderen terwijl ze bezig waren om zo'n film op te nemen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, het is eigenlijk beter om het zo pijnlijk mogelijk neer te zetten. Okay. En dat schilderij werd een paar keer, of twee keer tentoongesteld geweest in Amsterdam. Eén keer bij mijn galerie en één keer in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. En daar was wel iets van ophef, maar niet ontzettend veel. Tenminste, niet zoveel als je zou verwachten naar aanleiding van hetgeen wat afgebeeld is. En toen kreeg je de affaire Dutroux voor wat oudere mensen, of tenminste mensen van mijn leeftijd enzovoort. Mm-hmm. In België. En daarna werd het opnieuw tentoongesteld. En toen was het mis. Het schilderij hing in een kerk. Bezoekers begonnen te klagen. Politieagenten kwamen binnen, officier van justitie. En toen moest het museum kon kiezen of het schilderij weghalen of er zou een rechtszaak volgen. Toen koos het museum voor de veilige weg. En had het schilderij uit de tentoonstelling. En toen dacht ik, ja, maar nu ben ik besmet als kinderpornograaf. Ja. En ik dacht, dat is niet de reden waarom ik dat werk gemaakt heb. Je schildert om een trauma te verwerken. Ja, we hebben een paar minuten, maar er zijn eigenlijk twee redenen om... maar vanavond houden we het bij twee. Om dit soort werken te maken. De een is dus verwerking van pijn. Dus, wij zijn ook allemaal gewond als we die vluchtelingen zien. Als we nadenken over de Holocaust, over genocides. Dat doet iets met je. Je voelt pijn. Dus vanuit die pijn maak je dit soort werken. Maar het omgekeerde is ook zo. Dat omdat je niks voelt, maak je ook dit soort werken. Mm. Dus als we lezen over de Tweede Wereldoorlog. Zoals de geschiedenislessen op de middelbare school. Dat je de cijfers ziet. En dan voel je eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. En om die historische gebeurtenissen of gebeurtenissen weer op te laden, vind ik het interessant om dan dat via schilderkunst te doen. Oké, nou laten we naar Sweet Violence kijken. De recente werken die je maakt gaan vaak ook over oorlogen en genocide die onlangs hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Zoals over Sierra Leone heb je een aantal werken gemaakt. Mm-hmm. Hoe ga je dan te werk? In het geval van Sierra Leone, ik wacht altijd tot de oorlog is afgelopen. Ik ben geen... niet iemand die de frontlijn opzoekt. Omdat ik eigenlijk de verhalen wil horen als ze iets meer zijn ingedaald. En er is altijd een grote concurrentie tussen de... soms als mensen me vragen, wat doe je? En dan zeg ik, nou, ik schilder. En dan, wat schilder je dan? Dan zeg ik, nou, ik ben een soort schilderende oorlogsverslaggever. Maar het grote verschil tussen een oorlogsverslaggever, laat ik zeggen vanuit journalistiek perspectief, is dat zij de kracht kunnen gebruiken van de actualiteit. Mm. En dat is een soort kracht waar wij als kunstenaars niet tegenop kunnen. Hè? Als je naar 9-11 kijkt, voordat de eerste kunstwerken daarover gemaakt werden, was de shock eigenlijk alweer weg. Dus omdat kunst een langzamer proces is, bedoel je? Of omdat de opwinding van de actualiteit er niet meer is? Of... Ja. Okay. Dus dan heb je andere middelen nodig. Je moet een andere strategie kiezen. En die strategie die
ja, die is onvergelijkbaar met de strategie van de oorlogsfotograaf of van de nieuwsfotograaf. Maar je gaat wel naar die plekken toe? Ja, dan ga ik daar dus naartoe en dan ga ik mensen interviewen die het hebben meegemaakt. Dus in het geval van Sierra Leone, dan gingen we naar een soort autowasserij. Dat zijn, moet je niet veel meer voorstellen, het zijn weilandjes van je jongens met teeltjes. Dan auto's schoonmaken. En ik had dan een fixer, en iemand die de contact voor mij regelde en vertaalde als het nodig was. Wat hij dan deed was, dan checkte hij de wijsvinger van die jongens. En die jongens hadden zo vaak en zoveel geschoten dat hun vingers krom waren getrokken. Omdat zij al op hele jonge leeftijd... Vinger hadden ze echt. Letterlijk, ja. Beetje. En dan nodigde ik ze uit en dan spraken ze met mij. En dan begon ik altijd van, je hoeft niet te zeggen wat je zelf hebt gedaan als je me vertelt wat je hebt gezien. We hebben een fragment uit een documentaire die over jou gemaakt is in 2011. Mm-hmm. Waarin we zo'n interview zien met deze jongen. Moet daar nog iets over weten voordat we gaan kijken? We hebben een kort fragment daaruit. Dit is Idrissa. En, ik ben 3 dagen met hem opgetrokken. Hij heeft mij meegenomen naar wat je zou zeggen de killing field. De plek waar hij zijn misdaden heeft begaan. Oké, laten we even kijken naar het fragment. Did you keep the women in prison so you can rape them time after time, or just a few rapes and then you kill them? Yeah, after the rape, sometimes we slaughter them. After the rape, and then they walk to this farm. We had to work for the RAF. Yeah, they used to make the rice, plant rice, potato leaves, cassava leaves for the commanders. Wat mij zo opvalt is, je zegt dat je naar die film toen, die kinderpornofilm, dat je dat zo pijnlijk vond dat je weg bent gelopen. En moet het dan niet heel pijnlijk voor jou zijn om dat dan te schilderen, om daar maandenlang met zo'n doek bezig te zijn? Of echt deze jongens op te zoeken en te gaan, nou ja, te gaan vragen naar wat zij echt hebben gedaan? Nee, dat is wel interessant. Dus die pijn die voel je als je gaat beginnen. Dus als het idee zich in jezelf heeft gemanifesteerd, dus bij de eerste schetsjes. Dan krijg je het hele schilderproces en dan voel je eigenlijk bijna niets. Dan is het meer, breng je het goed in beeld. Welk moment kies je? Welk moment is het beste? Dus door echt en zo... dan, als je het dan weer laat zien aan andere mensen... dan komt pas dat je denkt, of tenminste dat je het weer ervaart... oh jezus, het is wel heel als je het door andere ogen weer ziek ziet. Of pervers. Of, we hebben hier nog een filmpje van hoe jij te werk gaat in je atelier. En daarna komt er ook een schilderij waar jullie misschien wel dat gevoel herkennen. Als jij het mes vasthoudt en jij het linkerbeen van Jamila en jij het rechterbeen. Okay. We moeten even kijken hoe dat verder loopt. En iedereen moet een beetje kwaad kijken. Ja, zo'n beetje. Een beetje alsof je gedrogeerd bent. Link. Of heel cynisch lachen. Want dat deden ze ook, hè? Die jongens die... Oké, hou maar even stil. En het resultaat hiervan was dit schilderij. Met de titel Babette, het weddenschap, jongen of meisje. Ik neem aan dat je dit een verhaal is dat je gehoord hebt dat mensen dit deden in Sierra Leone. Ja, ik zal het een beetje uitleggen wat je ziet. Ja. Dus de kindsoldaten, vooral als ze gedwongen waren om in een bepaald rebellenleger te vechten, dan bestond geen natuurlijke hiërarchie. Niet zoals wij dat kennen in de westerse wereld. Naar aanleiding van intelligentie en organisatievermogen enzovoort stijg je in de rang. Daar was het meer zo van hoe gruwelijker je was, hoe hoger je positie was binnen het leger. En dat betekent dan ook dat je dan niet aan de frontlijn hoeft te vechten. Dus als je in staat was om het hart van je tegenstander op te eten... dan was je in zekere zin gevrijwaard van het echte gevecht. En een van de dingen die zij dan deden, was dit. Dus als ze een dorp binnenvielen en ze kwamen een zwangere vrouw tegen... dan hielden ze een weddenschap of ze zwanger zou zijn van een meisje of van een jongen. En dan gingen ze meteen kijken. En wat hoop je dat mensen, als ze nu dit schilderij zien... Wil je dan hen duidelijk maken dat dit soort gruwelijkheden gebeuren? En hoe erg dat je dat als je het in de krant leest... dat je denkt van, oh ja, verschrikkelijk, x-doden en kindsoldaten in Sierra Leone... maar dat we het hierdoor echt gaan voelen hoe erg het is? Ja, dat is wel het streven. En dat je ook gaat nadenken, waarom doen ze dit? Maar dat lijkt me van op dagelijkse basis ook verschrikkelijk werk voor jou... om elke dag met dit soort dingen bezig te zijn.
Nee, dat is wat ik net vertelde. Dat alleen in het begin, als je het idee hebt, dan grijpt het je ontzettend aan. En dan moet je een tijd wachten tot het wat rustiger wordt in je hoofd of in je hart. En dan ga je het schilderen en dan ervaar je. Dus in het werk zelf niet meer, dan ben je gewoon puur met het ambt bezig. Oké. We wilden graag nog één kunstwerk van jou laten zien dat niet gruwelijk is. Hoewel, ik merkte als ik nu een nieuw kunstwerk van jou te zien kreeg, dat ik dan eerst een beetje ging kijken van, oh, gaat hier niet iets mis? Maar dat blijkt bij dit kunstwerk niet te zijn. Het is een kerngezonde baby, net geboren, navelstreng zit er nog aan. Maar dit veroorzaakte ook een schandaal. Nou, in ieder geval een conflict. Dit schilderij, of dit werk is gekocht door het ziekenhuis in Leiden, LUMC. Het was bestemd voor de afdeling gynaecologie. En ze hingen het op. En toen ontstond er dus een enorme discussie. Hè, omdat op die afdeling overlijden ook baby's. Mm-hmm. Dus te veel positief nieuws zou het droevige nieuws versterken. Dat was de reden waarom ze het werk uiteindelijk weer hebben weggehaald. Het is wel bijzonder lullig voor jou ook, dat je eindelijk een keer zo'n schilderij maakt dat het alsnog nog weg moet. Heel veel dank dat je je werk hier wilde komen toelichten. En ik vind het heel indrukwekkend werk en ook nobel dat je het doet. Ja, okay. Zeker. Dank je wel. Dank je. Rond op uit.